gewoon een intro opnemen. Ik wou gewoon een intro opnemen. Skippen we de intro. Goedemorgen. Gaan we weer. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Even een videootje tussendoor waarschijnlijk voor het grote project. Want we hebben een groot project aankomen. Nou, daar hebben jullie de teaser al van gezien. En de rest moet nog komen. Tussentijds gaan we even proberen nog weer wat te vangen. En hopelijk nog wat dikke vissen. Ja toch? Zeker wel. Om mee te zorgen. Let's go! Thank you, bro. Ik heb er nog wel zin in. Oh, nou, ik was lekker op tijd met filmen, nice. Lekker mooi. Eerst, ik ga even die plug uit de bos. Bosje vissen daar. Erik heeft een visje. Lekker wel visje. Het is nog paars. Echt? Holy shit, dat is de beste nog. En ik heb hetzelfde gehad. Zeg, wat ben jij gebeurd? Dit is een mooie stokbaas hoor, Erik. Deze kan wel groter wezen, die van mij. Deze is groter dan die van mij, Erik. Wat? Wat een fiets, man. Prachtige vis, man. Prima formaat. Prachtige vis. Ik zal hem even. Bak, man. Hele zieke vis. Prachtvis. Nog nooit de eerste snoepbaars die ik ooit gevangen heb. Even snel meten. Ik kom zo terug. Oké, ik ben dus nu even aan het editen. Nu zie je waarschijnlijk even mijn scherm dat ik aan het editen ben. En ik zie dit dus nu terug. En ik denk echt van... Ik kom zo terug. Is het interessant? Ik had nog nooit snoepbaars gevangen, vandaar dat ik even in de mond keek. Want ik was benieuwd. Laat mij. Oké, doei. Terug naar de video. Gaan we weer. Erik zijn eerste snoepbaars. 63 centimeter. Ik zou niet heel veel moeite moeten hebben om als die... Zo, dat zeg ik. Lekker man, ik zei toch, we gaan verjaardag erg gebroken worden vandaag. Dat had ik niet verwacht, eerste snoepbaars gek. Op de Rapala. Lekker. God. Dit is ongekend. Erik. Dit gaat een snoepvissen vandaag. What the fuck, Erik? Ik heb een dood licht aan. Kom hier. Wat weer een leuk hoofdje hoor. Weer een beurt. Ik ga die punt. Red jezelf maar even. Wat moet je kijken dan, voor joh! Ja. Ik ben echt een top onthaak, zoals je ziet. Gast. Mooi snoepaas, joh. Dit vind ik echt ziek. Mooi visje. Deze vind ik wel omhoog. Ja, deze moet wel. Maak zelf foto alsjeblieft. Wat een ziek beestje. Ik vind het zulke brute beesten. Dat zijn echt gave beestjes, hè? Van nog nooit een snoekbaars naar twee. Ik ga die purtje aanhouden, dat vind ik echt dik. Nou, let's go. Oh, je zit helemaal niet zo lang boven water geweest eigenlijk. Nee. Hallo? Zo. Prachtig. Prachtig. Lekker man, tweede hoezo snoekbaars? Als ik hier nog niet eens een snoek gevangen vandaag. Maar wel al twee snoekbaars. Ja. Mooi relaxed day. Ik heb nog nooit veel gevangen vandaag. Weer een snoep. Op de bikefighter. Ja, die heb ik voor jou. Ga ik wel maar op. Geen probleem, Jochie. Nou, opnieuw red je jezelf. Ik wil geen personeel toevoegen. Hallo. Ja. Mooi
boot aan, we moeten nep. We komen een boot aan, we moeten nep. Nou, easy release. Ja, dat is goed. Zo'n klein beetje, zoveel drama. Dat was het drama even. Zo, is om de palen heen geknoopt en zo. En, oh. Holy shit. Oké. Oké, dat is om zo'n klein snoekje. Hè. We zaten dus met allemaal boten achter ons. Hoi. Allemaal boten achter ons. En hij zat om de paal heen. Twee keer. Waar heb je mijn tank? Ja. Nou, ja. We hebben wel weer publiekslieveling, gelukkig. Oh, dat was even stress. Wat een drama. Nou, gewoon weer terug. Oh, een kleine druk te maken, jongen, jeetje. Twee keer om de paal heen. Ja. Toch nog onderweg weten te trekken, dat al die boten gewoon achter ons staan. Oh, jongen. Wat was dat een drama. Nou, gast. Lekker, man. Eindelijk. Mijn enkel is ook weer een knoop. Die andere ligt daar. Oh. Laten we dat niet weer doen. We zijn weer. Oké, we zijn weer even gesetteld. Mooi, joh. Wat gebeurde er allemaal, Myron? Leg het even uit. Eerst, terwijl die boot achter de laag ging deze die grote vlug. Die is gewoon los, maar dat voelde echt goed aan. Echt zwaar. Zo ja, vlug. Dat dus. En net onder die brug kwam deze, kwam de Spock. De Fire Tiger dit keer. En hij zwom om een paal heen, bleef hij achter hangen. Er zaten vier grote kajouten achter ons. We moesten doorvaren. Gelukkig kwam hij weer los. Kwam hij nog een keer vast te zitten achter de paal. Achter de volgende paal meteen. Achter de volgende paal direct weer. Maar het is allemaal gelukt. Trok hem ook net op tijd los. Oh, wat een drama. Echt dramatisch. Traumatisch. Dat kun je ook gerust zeggen. Maar dat ging goed. Ah, gelukkig inderdaad. Maar, dit zet voor mij een nieuw record. 50 snoeken in een jaar. En waar het training nodig had. Dan kijk ik op hem. Ja, sowieso het hele jaar. We hebben nog wel een tijdje. Zo, dus een stukje iets sneller gaan varen en wat sneller steenweg zijn. Even wat chaps halen. Even wat eten halen. En dan gewoon lekker rustig gaan we terug. Potverdikkie. Ik weet niet of je het kan zien. Het gaat zo meteen dus super hard omweren. Hij zit zeg maar 30 kilometer van huis. Door de sluis halen. Oh, wacht u. Dan moeten we om 8 uur voor wezen. Allee, het uurtje regen. We gaan even wachten en dan gaan we dan verder vissen. Als plan. Of dat, ik hoop dat het weer aan het zuiden loopt. Ja, nou, dan wordt het een dagje langere trip. Ja, echt zo. Op vakantie als je ergens zoeken. Ja, anders dan... Een beetje kut, zal het wezen. Om. Ik krijg een dikke aanmeter op en ik kan mijn slip openstaan. Zie ik nu mijn slip dicht en hij gaat instant door de slip. Volgens mij is dit een hele mooie snoeker, Erik. Of het, als het weer een snoekbaas is? Nee, dit is geen snoekbaas. Dit is een hele mooie snoek. Nou, het is zin, dat valt valt mee. Hij valt in de... Het is wel een mooie snoek, hoor. Echt wel een mooie. Oh, hij is wel lang. That's what she said. En goed stevig in de kielgreep pakken. Wat zeg ik jou? Stevig beet pakken, Erik. Oi, oi, oi. Waarom kan ik dit echt nou nooit doen? Goed vasthouden. Oh, mooie tachtiger, Erik. Gewoon terug op deze. Paaiwondjes, hè. Nog steeds. Hij is mager, maar lang. De Rapala, jongen. Dit ik ken. Coco. Oh. Mooi visje, hoor. Gast, lekker, man. Ik ga voor Rapala. Zit je neervang, ik meer dan jij. What the fuck. Ik was ook, ik weet niet wat ik aan het doen, want ik was een beetje aan het kutten, want het zat in de knoop of zo. Bam, in één keer een dikke snoek. Nice. Op naar de volgende.
gebeurt er op het eind? Ja, nou ja, we kwamen een jongen tegen en dat verliep allemaal niet zo goed met vissen en zo. En daar hebben we even een beetje in op weg geholpen. Het een en ander gedaan en wat laten zien. Ik hoop voor je Stijn dat het nu wel weer gaat. Een dikke shout naar Stijn. Als het goed is, kom nu even een fotootje in beeld. Dat was super gezellig. Ja. Ja, dat wel. Ik denk dat het allemaal regen is. Ik denk dat we dat geworden. Nou, over een half uur komt het regen, maar... Ja, dan ben ik wel niet thuis hoor. Godverdomme. Ik wel. Hoop ik. Ik ga ervoor zorgen dat jij dan half uur thuis hebt. ja. Ja, we varen net letterlijk de havenplekken. Ik denk, wat ligt daar dan, joh? Holy shit! Een bak van een snoepbaas. Ik heb nooit een grote snoepbaas gezien. Nee! Pak het mee, Link. Wacht. Ja, deze gaat dood, hoor. Maar... Ik heb nog nooit zo'n grote snoepbaas gezien. Überhaupt niet op de linde. Is dit een nieuwe PR snoepbaas met schepnet? Drie snoepbaars op een dag? Deze telt niet mee in dat opzicht. Nee, maar... Hij heeft niet aan de hengel gehad. Wat is dit? Allereerst, heb ik nog nooit een snoepbaas gezien hier. Ik ook niet. Kijk die bek, gek. Hij zit volledig onder de parasieten, joh. Maar kijk, wat is er voor met zijn buik? Geen idee, maar moet kijken wel die beestjes. Maar wat een snoepbaas. Hoe lang is die gek? Ik heb nog nooit zo'n grote gezien. Maar hij overleeft het niet. Dit had mijn PR kunnen wezen als hij over hengel was geweest. 76 centimeter. Ik heb nooit zo'n grote snoepbaas gezien. We hebben hem uit verleden verlost, want het is zo achterkant. Ja, ik denk dat moet filmen. Nee, misschien niet. Maar er zit een groot gapend gat in zijn buik en hij zit volledig onder de parasieten. Ik zat er zelf net ook helemaal onder. Ik ben blij dat ze weer van af. Oh, nee, dat zit er nog in. Wat het zijn, geen idee. Maar... Het zit overal. Ze hebben hem van binnenuit opgevreden. Ja, dat is echt heel sneu inderdaad, want nou ja, ik kon hem opscheppen. Zit er ook helemaal onder. Ik dacht van ja, ik kom terug van mij dreef zeg maar al de hele tijd bijna. Ja, dat is gewoon kloten. Dat is echt zonde, want snoepbaars worden altijd opgegeten en zo. Dat eigenlijk hartstikke vette vissen om te vangen. Dus we gooien ze hem nog altijd terug. Alleen, ja. Helaas deze keer niet. Ja.